In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag neem ik jullie mee naar het Oude Testament. Naar een verhaal, het beginverhaal eigenlijk van iemand waar we heel veel van houden en heel veel respect voor hebben. Het gaat om iemand die het jongste was van al zijn broers. En dat waren er een aantal in het Oude Testament. Het jongste was van al zijn broers en niet zo populair was. Hoewel je dat niet zou denken, want als je het nu over deze persoon hebben, dan denk je, nou, dat was wel iemand met een bepaalde prestige of een bepaalde aanwezigheid. Deze persoon is gekozen door God en niet om redenen die wij zouden hebben gekozen of die wij belangrijk zouden vinden als mens zijnde. En daar zei God het volgende over in de vers van vandaag. En die vers staat in 1 Samuel hoofdstuk 16, vers 7. En daar staat, en dat zei God zelf, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Nog een keer. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En dit ging over de jongste van al die broers. De jongste van al die broers was David, de profeet en koning. Koning David. En koning David was door God gekozen als koning voor het land Israël, nadat God eigenlijk daarvoor een koning had gekozen waar hij later spijt van kreeg. Hij had een koning gekozen en die koning heette Saul. En Saul was een hele goede man op het moment dat God hem koos om de eerste koning te worden voor Israël. En vervolgens koos Saul ervoor om van God weg te gaan. Dus om de Heilige Geest die hij had gekregen te negeren, om Gods wil niet meer te doen. Waardoor staat in de Bijbel dat God berouw kreeg dat hij Saul ooit had gekozen. Dus God vond het tijd voor een nieuwe koning, voor een nieuwe gezalfde eigenlijk. En hij vroeg aan Samuel, de profeet, om een nieuwe koning te gaan zalven. Dus Samuel ging in opdracht van God, ging hij naar het huis van Isaï. En Isaï had een heleboel zoons, waarvan dus de jongste, de allerjongste, eigenlijk niet meedeed. Hij telde niet mee, hij was de jongste, hij had hier niet echt een taak thuis. Dus wat Isaï had gezegd van, nou, wat jij aan kan is de schapen hoeden. Dus jij mag de herder worden van het huis, we hebben een heleboel vee, we hebben een heleboel schapen. Jij mag voor de schapen zorgen. David mocht dus nooit meedoen, want David was de herder van het gezin. Dus op het moment dat Samuel bij Isaï thuis kwam om zijn zoons te ontmoeten, was David daar niet bij. En elke keer dat er een van de zoons aan hem werd voorgesteld, dacht hij, oh, dan zal dit de nieuwe koning zijn. En dan zei God tegen hem, nee, dit is hem niet. En dan kwam er weer een langs. En dan zegt hij, oh, maar dit is een sterke man. Dit zal de nieuwe koning zijn. En dan zei God, nee, dit is hem niet. En op een gegeven moment waren alle zoons die aanwezig waren, waren op. Want David was bij de schapen en alle zoons die Isaï de moeite waard vond, die hadden zich al voorgesteld aan Samuel. En toen vroeg Samuel, waren dit echt al uw zoons? En toen zei Isaï, nou, er is nog eentje, die is bij de schapen, ik zal hem even roepen. En op het moment dat David binnenkwam, toen zei God, dit is de nieuwe koning, ik wil dat je deze persoon voor mij zalft. Dus het is heel bijzonder eigenlijk om te zien dat God een talent zag in David, dat zijn vader, en zijn vader was een van de mensen die het dichtst bij hem stond, dat helemaal niet zag. Isaï vond David, nou ja, de jongste, niet zoveel waard. En God heeft van David, omdat hij zijn hart zag, omdat hij zag wat er van binnen in hem zat, heeft hij iets heel groots gemaakt. David heeft voor ons de psalmen geschreven, David heeft geprofeteerd, David is de eerste echte goede koning voor Israël geweest. David hield zoveel van God dat wij daar tot nu elke dag voorbeelden van aannemen. Of dat we daar elke dag gelijkenissen mee trekken. Dus eigenlijk is dat heel mooi. Dus de vers zegt ook, dat is wat God letterlijk tegen Samuel zei, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dus ik vind het helemaal niet belangrijk wat de mensen vinden van David of de mensen vinden van andere mensen. Wat voor mij belangrijk is, is of het van binnen klopt en of het van binnen goed is. Dus God kijkt naar jouw hart, God kijkt naar wat jij kan en God heeft de potentie om van jou, iemand die eruit ziet als, nou ja, een simpele herder, iets heel, heel groots te maken, iets heel, heel moois te maken. Dus hou dat in je achterhoofd elke keer dat je denkt dat je minder bent dan een ander, of je minder lekker voelt dan je zou willen, of dat je denkt, nou, de mensen houden niet van mij. God ziet wat er echt in jou zit en wat er echt toe doet. Dus van alle zoons was uiteindelijk de jongste, de kleinste, de zwakste, de herder,
is de koning geworden waar iedereen het nog steeds tot op de dag vandaag het over heeft en van leert. Hou dat in je achterhoofd, ook in jou schuilt een kleine David en geef die persoon de kans om te groeien. Ik hoop dat jullie er de volgende keer bij zijn, bij een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven. En tot dan!